Bij een ernstig verkeersongeluk in Rosmalen is zondagavond een dode gevallen. Twee wagens raakten rond 7 uur in volle vaart met elkaar in botsing. Eén auto vloog in brand, de ander belandde door de klap in de sloot. Een van de bestuurders raakte gewond in het gezicht, maar wordt vermist. Bij het ongeluk dat ter hoogte van voetbalclub Emplina gebeurde, vielen 2 gewonden. Eén slachtoffer werd op straat gereanimeerd. Naar een ander slachtoffer wordt nog gezocht. Er is een burgernetmelding uitgegaan. 2 traumahelikopters waren opgeroepen om hulp te verlenen. Het Hogemaal was in beide richtingen afgesloten voor verkeer.